Goedendag, je kijkt naar het schaatsjournaal van Weerplaza. En ik denk dat ik geen verkeerd woord zeg. Volgens mij zijn vele mensen in Nederland aan het genieten van dit winterweer. Die wind die is jammer natuurlijk. Maar de condities van het ijs die zijn in veel regio's prima. Niet overal is het betrouwbaar. Maar dat weten we inmiddels. Je weet waar je veilig kan schaatsen. En dat wordt dan ook door velen gedaan. Ik kreeg vandaag bijvoorbeeld deze bijzondere foto's binnen. Links de oude gracht. Of de gracht in Utrecht. Daar wordt goed geschaatst. En rechts zien we wat ijsservers. Hopelijk doen ze voorzichtig, want uh, ook daar mooie omstandigheden. En ook op de gracht van Delft kreeg ik een foto binnen van Pia Legerstee, ook daar wordt geschaatst. Is toch best uniek, lijkt me. De winter is wel bijna voorbij. De kans op vorst zien we hier, de kans op nachtvorst, beter gezegd. En dat is komende nacht nog 100%, dus ook morgen kunnen we eigenlijk in bijna het hele land nog schaatsen. Maar de nachten daarna neemt de kans op vorst in de nacht flink af. En daar onderin zie je de kans op vorst overdag en die is de hele periode 0%. We gaan naar een serieuze dooiaanval en die dooiaanval die zien we ook slagen. Zondag temperaturen van 3 graden in het noorden tot rond de 8 graden in het zuiden. Zondag zou ik eigenlijk al niet meer op het ijs gaan. En maandag en dinsdag hoef je ook geen hoop te hebben. 5 tot 10 graden is het dan in het hele land. Dus nog even genieten van het Schaatse zaterdag. Schaatsen kan zaterdag eigenlijk nog bijna overal veilig. Alleen in het uiterste zuiden, met name in Limburg, gaat de temperatuur behoorlijk oplopen. Daar wordt het oppassen. Maar wel een vleugje winterweer, want vanavond en vannacht kan er ook wat sneeuw gaan vallen. Dus naast schaatspret ook nog kans op sneeuwpret. Het zal niet heel veel zijn. Vanavond valt er een paar centimeter in het zuiden. Dat kan oplopen tot lokaal 5 centimeter in de Limburgse heuvels en hier en daar in Zeeland. En op de meeste plaatsen zal het 2 à 3 centimeter zijn, denk ik. In het midden van het land ook zo 2 tot lokaal 4 centimeter. En richting het noorden wordt het dan snel minder. En ten noorden van de lijn Den helder Veen blijft het denk ik zo goed als droog. Daar morgen wel weer een ijsdag. Temperaturen min 3 graden. En zoals ik al zei, in het zuiden gaat het morgenmiddag dooien. Pak morgen nog even die laatste kans om te gaan schaatsen. Het zal de laatste keer zijn van deze winter. En daarna gaan we hopelijk richting heerlijk lente weer. Dit was ook het laatste schaatsjournaal. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.